The Slam Academy. Hey, ik ben Jeff en ik zit nu heel gezellig in mijn uppie aan een picknicktafel midden in Amsterdam bij de Melody Line Studios voor de Slam Academy Masterclasses 2014. De Slam Academy is het opleidingstraject van Slam FM. 4 jonge studenten zijn door een strenge selectie gekomen en krijgen 4 weken lang masterclasses van bekende artiesten. Met vandaag niemand minder dan Rico, die je vast nog wel kent van Opgezwollen. Rico, jij geeft vandaag de masterclass songwriting, tekst schrijven. Wat kunnen de studenten verwachten? Heel eerlijk gezegd, ik heb niet heel veel voorbereid. Ik heb zoiets van, ik ben echt benieuwd wat de jongens hebben. Ik zal sowieso wat over mij vertellen, over mijn ervaringen in de jaren dat ik in de hip-hop zit. En hopelijk hebben ze daar wat aan. Je hoort het goed, Rico heeft er zin in, de studenten hebben er zin in. Ik heb er ook zin in en jij waarschijnlijk ook. De Slam Academy 2014. Met Opgezwollen hebben Rico en Stix de lat heel hoog gelegd voor ervaren en beginnende artiesten. Juist daarom is Rico de aangewezen persoon om de masterclass lyrics writing te geven. Jongens, welkom allemaal bij de masterclass. Mijn naam is Rico. We zitten hier in de Melody Line studio, waar onder andere Digits zijn akoestische versie van de jam heeft gezet. Leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Hoe was dat toen de tijd? Zeg maar, hield je aan bepaalde schema's of kwam het uit de losse pols? Nou ja, we waren altijd aan het zoeken naar schema's en we hadden ook heel weinig voorbeelden, want ja. Het enige wat er toen was Extints. En wij hadden wel altijd een soort van attitude van, oh man, dit kunnen wij ook, weet je, we kunnen dit beter. En dat was denk ik ook weer de kracht dat wij met z'n tweeën altijd aan het soort van gezonde manier aan het beddelen waren. Mensen houden het vaak oppervlakkig, maar het is heel tof om gedetailleerd dingen te beschrijven. Als je hebt bijvoorbeeld een dagje, je loopt op straat, dan kan je zeg maar, ik stap in de auto of je stapt in je Fiat, weet je wel, dat je de auto bij naam benoemt. Het hoeft niet per se reclame te maken, maar weet je, dan wordt het al wat echter. En je rookt niet je peukje, nee, je pakt je Marlboro. Dat is ja, een dingetje wat ik gewoon mee wil geven. Ik zat er over na te denken van wat is het verschil, weet je wel, tussen... Maar tegenwoordig gebeurt het al wel heel veel hoor, maar er was gewoon veel rap uit dat allemaal best wel oppervlakkig was. Ik stap in mijn waggy en ga naar de club, weet je. Maar je kan ook zeggen, ik stap in mijn type auto en rij met zoveel snelheid bijvoorbeeld naar die en die, ja, die straat die club. En die club. Ja, en dan wordt het al wat meer beeldend. Ik ben benieuwd naar de tekst die jullie hebben, man. Wie wil eerst even wat laten horen? Ja, ik ben dat hoor. Cool. Wat heb jij, wat ga je laten horen? Nou, dit is een nummer dat ik een jaar geleden heb opgenomen. Het is gewoon ja, een oldschool beat, gewoon een bestaande beat van Milkbone, Keep It Real. Ik weet niet of je dat kent. En ja, het is gewoon Breng & Boos, gewoon bars. Okay. Het is gewoon puur lyricaal, gewoon doordrammen en gewoon, cool. Ja, doet het op aan. Let me take over from here. Who the one that got this MC scared when he appears in the piss? None of my peers up here, cause we apples and pears. I be cheering in here, so open up your ears and let the vibe sink in. Get it sing with the way that I be thinking. Dope man, ja, sexy shit, joh. Heel vet. Weet je, ja, het is een track, het gaat maar door. Ja, dat is het idee, man. Ja, maar het ding is, het zwakt geen één moment af of zo, weet je. Je luistert, het blijft allemaal on point, weet je. En ik luister hier graag naar. Ik zou dit thuis kunnen luisteren. Het enige wat ik als punt heb, is deze track ga je niet live kunnen doen. Dat betwijfel ik, man. Oeh. Ken je hem uit je hoofd? Ja, ik denk het wel. Vorige keer heb ik de eerste verse gedaan. Ja, kan ook. Oké, okay. Ja. Doen? Nou goed, doe de eerste verse en het refrein. Drop the mic and let me take over from here. Who the one that got these MCs scared when he appears? It appears none of my peers up here. Cause we apples and pears, I be cheering their ears. So open up ears and let the vibe sink in. Get it sync with the way that I be thinking. Got that mic in my hand, but ain't with the drinking. Islamic, it's logic, I drop it like you was as an infant. Straight from the womb to the tomb, I'm an animal. Aight. Doop. Nee, je doet het. De masterclass songwriting zit er net op en die werd gegeven door niemand minder dan Rico van Opgezwollen. We zijn klaar en ik vraag me dan ook af wat de jongens ervan hebben opgestoken. Ik begin met Eko. Wat heb je ervan opgestoken? Blijven schrijven. Wat er ook gebeurt, gewoon blijven schrijven. Blijf groeien en zet dat ook in jouw schrijfstijl neer. Als je als persoon groeit, dat je ook jouw textueel, je tekst kan ook mee groeien. En zorg ervoor dat je gewoon de motivatie gewoon blijft hebben om door te gaan. En schrijf gewoon elke dag zoveel als je kan. En op een gegeven moment merk je de groei zelf door. En dan word je gewoon beter. Judith, jij schrijft natuurlijk al heel veel zelf. Je produceert ook zelf. Ga jij nu anders schrijven? Misschien niet anders qua inhoud, maar ik ga wel op een andere manier naar kijken. Hij vertelde ook bijvoorbeeld over hoe je teksten toegankelijk kan maken door gewoon bepaalde kleine details toe te voegen of aan te passen. Ilias, ik weet dat jij een best wel een redelijke fan bent van Rico.
Heb je er iets van opgestoken of stond je alleen maar met grote mond naar Rico te luisteren? Nou, ik heb vooral leuke feedback gehad op mijn tracks. Dat vond ik wel speciaal. En voor de rest heb ik het gewoon naar mijn zin gehad. Ja, ik heb niet heel erg veel geleerd, denk ik, maar meer gewoon genoten. En ik vond het gewoon tof. Joey, wat vond je ervan? Ja, het was echt keihard. Het was alles wat ik er van verwacht had, ook eerlijk gezegd. Heel open was hij ook en hij gaf goed aan van, nou ja, zo zit het. En, hij gaf goede feedback inderdaad. Wat je sowieso, wat wel heel erg fijn was om van een grote naam te horen, is dat, gewoon de bevestiging dat je goed bezig bent en dat je het ook echt kan. Dus niet dat het is van, hey, ja, je doet toch goed, man. Weet je, het is wel echt gewoon van, ja, je shit's hard en je komt er wel, weet je wel. En ja, de tips waren goed en ja, veel van geleerd, man, eerlijk gezegd. Ja. Nou, dat was hem dan, de derde masterclass van de Slam Academy 2014. Op naar de volgende met Soul Searching. Produceren. The Slam Academy.